Meneer de minister, als je vandaag in de supermarkt 50 euro besteedt en je kijkt dan naar uw Mikkelkerken, dan denk je, oei, wat is dat? Eieren plus 31%, volle melk plus 35%, meneer Franke, aardappelen plus 27%, suiker plus 32%, alles wordt duurder. En wat is er hier in dit parlement altijd gezegd de afgelopen jaren? Het is de schuld van de lonen. De lonen hebben de prijzen naar boven geduwd. En wat heeft deze regering gedaan? Deze regering heeft de loonblokkeringswet van de vorige regering gewoon verder gezet. En in de week na 1 mei en op de vooravond van Rerum Novarum blijven die lonen nog altijd geblokkeerd vanuit diezelfde logica dat de lonen de prijzen aandrijven. En dat is fout, beste collega's. Dat was gisteren fout en dat is vandaag fout. De Europese Centrale Bank zegt zelf, het zijn de overwinsten die vandaag de prijzen aanjagen. Extra overwinsten dat een handvol grootbedrijven zichzelf toekennen, dat maken dat in de bouw, dat in de energie, dat in de voeding er nu woekerprijzen worden gevraagd die door de bevolking worden betaald. En mijn vraag is dus simpel aan u en aan deze regering. Als jullie konden de markt opzij zetten rond de lonen, kunnen jullie dan vandaag de markt opzij zetten rond die woekerprijzen en rond die overwinsten? Voer met deze regering, met andere woorden, een blokkage in op die woekerwinsten en voer ook een blokkage in op de prijzen. Dat zal nodig zijn om de inflatie tegen te gaan, vandaag en morgen. Ballonnetjes van de maximumprijzen naar communistische normen imponeren mij helemaal niet. We krijgen hier ook duidelijke posities van fake oppositie, met name het Vlaams Belang. Zij zeggen ons vandaag in primeur, wij zijn tegen het blokkeren van de prijzen. En datzelfde Vlaams Belang heeft wel meegestemd met de verstrenging van de loonblokkering in 2017. Dus bij het Vlaams Belang gaat het wel om de lonen te blokkeren, maar niet om de prijzen te blokkeren. En diezelfde meneer Van Lommel zei daar straks, en ik citeer hem, de inflatie wordt misbruikt door een aantal grote bedrijven. Wel, hij heeft er niks van begrepen. Niks. De inflatie wordt niet misbruikt, de inflatie wordt aangejaagd door hogere prijzen die gevraagd worden. En dat is belangrijk, dat onderscheid. Dat onderscheid is belangrijk, omdat door die extra marges extra grote prijzen worden gevraagd. En als daar niks tegen gebeurt, dan zullen die prijzen blijven stijgen. En dus ik noteer vandaag in dit half rond, het Vlaams Belang is voor de prijsstijgingen en tegen elke maatregel die daartegen ingaat.